Oké, oude kaas, kom van me vandaag. Is het weer mijn beurt om jou ergens naartoe te nemen? Doe die bril maar gelijk op. We gaan gelijk naar de volgende locatie. Ik heb een mooie locatie voor je verzonnen, want ja, ik weet niet. We gaan het gewoon zien. Je moet eruit, ja. Lukt het? Ik ruik water, water. Kom, loop door. Kom, dit is een drempeltje. Weet je, hier wel shit gaat ruiken. Ga binnen in die tempel. Pas op voor die drempel. Wat ruik je? Wat is dit? Dat is een drempel. Ik ruik hout. Handarbeidslokaal zo. Ah. Hallo. Hallo. Waar zijn we nu, hè? Dat zie je niet elke dag, hè? Ik zie allemaal klompen. Klompen, klompen. Ja. En wat gaan we doen? Oh, gaas, kom. Wat gaan we doen, denk je? Een Nike-klomp maken. We gaan zo dadelijk klompen maken. We maken eerst de buitenkant. Dan maken we de binnenkant. Dan moet jij hem schuren. Je moet hem schilderen. En schuren is eigenlijk niet in dansstijl, toch? Dat je iemand moet schuren. Zo. Je mag met die klomp ook schuren wat je wilt. Maar ik zou hem tegen het schuurbandje houden. En dan ga je een mooi kleurtje geven. We gaan ze mooi tekenen. En dan wordt de inkleuring gedaan. Uiteindelijk de laakje van is. En dan als je klaar is, dan is dat jou de kunst om jouw trucje te doen met die klompen. Op één voorwaarde. En dat is. Dan mag ik ze ook meenemen. Je mag ze meenemen. Dat zat vast. Yes, oké. Okay. Laten we beginnen. Ja, ja? Oké. Okay. Oh, maar wacht even. Het gaat om die achterste. Ja? Ja. Is dat naar deze te kijken? De voorste, nou, dat is de mal, dat is het voorbeeld. Die wordt dus gekopieerd. Ah. En uiteindelijk heb ik een kopie. Kijk, dit is die. Hoe ga je daar dan een gat in krijgen? Dan moet je nog je voet in kunnen. En dit is jouw maat. Kijk, hij lijkt groot. Maar als straks de binnenkant is uitgehold, dan kun je daar precies in. Ik zal een stukje voordoen. Mm-hmm. En de rest, dat mag jij doen. Oké. Okay. Ja. Zo zet je hem aan. Ik zal even het begin doen. Dat moet jij straks ook doen, hè? Ja. De dames kijken graag naar mijn achterste die binnen zijn, hè? Soufiane Touzani, de klompenmaker. Want hij is nog ruw, zoals je ziet, hè? Ja. Dus we gaan hem schuren. En daarna gaan we een kleurtje geven. Dus we gaan naar de schuurafdeling. Gewoon tegenaan houden. We zien hier af en toe een stof gaan, zie je? Oké, okay, nou, we gaan hem schilderen. Kijk dan, wat heeft hij gedaan? Ja, goed, ja, zaag zo in mijn heeft nek. Jouw collega gedaan, jouw vriend? Het is mijn collega niet en ook niet mijn vriend. Oké, okay. Is hij smooth? Hij is smooth. Dan heb je goed je best gedaan. Ja, hij is een baas, hè? Peter is een baas. Nou, oké, okay. De klomp is zowel de binnenkant als de buitenkant goed afgewerkt. Door? Door wie? Door wie? Door jou. Je bent een vlotte leerling. Wie doet dit net als ik? Het is perfect. Je kunt ze blank houden, maar het mooiste is dat we natuurlijk een kleurtje gaan geven. Ja. Dus we gaan eerst even kijken of ze goed passen. Le ballon. Le ballon, Don Corleone. Panna! Ik heb ballen gegeven op klompen. Dat ging te snel, ik weet het, maar geloof me, was panna. Hey Peter, 1, 2. Oh, is that?
Oh. Oh. Stop. Dit is mooi. Stop op je hoofd. Een panna rondje om de wereld. En de mousetrap. Mij? Ja. Dat is een goed gekund te schilderen. Ja? Ja? Ja toch? Ik vind het wel. Nou, je moet eigenlijk proberen één beweging aan te houden. Ik vind het wel leuk. Ja. Dus, ook deze rand mag wel. Ja, die mag helemaal mee. Waar komen klompen vandaan? Waarom is dit? Wat is dit? Vroeger was geen geld voor leren schoenen, dus er werden klompen gedragen. En dat is de reden dat nu heel veel mensen, ook hier op het platteland, niet meer met klompen even naar de winkel gaan, omdat ze vaak een schaamtegevoel hebben van hey, klompen zijn voor mensen die geen schoenen kunnen betalen. Echt? Ja, is zo. Omgekeerde wereld. Mattie de Hollander is heel erg gul. Hij zegt, weet je wat, laten we deze klompen weggeven. Maar wel met de handtekening van Sofie Jantje. Hij gaat dat zo meteen ook doen op de andere klomp. En ja, hoe kan je deze winnen? Heel simpel. Volg Instagram, abonneer, ons beestje keren en een duimpje omhoog. Yes, daar gaat hij. Het jeukt nog steeds omdat deze man gewoon zaagsel in mijn nek gooit. Het is tijd voor payback, het is tijd voor het einde van deze video. Duimpje omhoog en... Let me see your ass, jiggle, jello. Let me see your ass, jiggle, jello. Let me see your ass, jiggle, jello. Let me see your jiggle like jello.